De keukenprinsjes en de keukenprinsesjes onder ons, die hebben het natuurlijk al lang gezien. Ja, Harry's Hutspot. Daar gaan we aan werken vandaag. Gas aan. Pan erop. En in die pan, kijk maar mee, ja, zit bijna een kilo aardappelen. Ja, daarbij gaan, beste vrienden en vriendinnen. Natuurlijk, klassiek, een pond wortelen. Ja, en 3 flink gesneden uien. Ja, van die flinke jongens. Die gaan erbij, zo. En een runderbouillonblokje. Ja, gaat ie. Flap. Nou, dan gaan we dit eventjes husselen zo. Even een beetje roeren. Lekker door elkaar. En als smaak gaat er natuurlijk wat zout bij. Ja. Deksel gaat erop. Zij gaan even lekker met elkaar vergaderen. En die zijn over 20 minuten klaar. Ja, dit is echt zo makkelijk. Harry's Hutspot. Ja, en daarom geef ik het ook aan jullie door. Ja, want het moet lekker makkelijk zijn. Eenvoudig. En lekker snel eten, daar gaat het om. Nou, pannetje gaat op het vuur. De boter is al een beetje gesmolten. En een onsje of 4 gehakt erbij. En dat gehakt dat gaan we lekker rul maken. Ja, want daar gaan we dus eventjes een ander weggetje in met deze hutspot. En dit is hem. Het geheim van Harry's Hutspot. Nasi kruiden, ja! Die gaan zo over het gehakt. Ja, dat gaat die hele speciale smaak geven dit. Ja, nou ja, dit laten we even zo gaan. En dan wachten we nog even op deze. Ja, kijk, die is ook nog bezig. Zo, vrienden, deze is klaar. Even hier in de vergiet gooien. Oh, komt die. Zo, even schudden, vocht eruit en hoppakee. En dit is het moment waar ik op gewacht heb. Ja, de stamper, ja, ja, ja. Dit is hem, de klassieke stamper. En daar gaat hij, hè. Eventjes een kleine workout, jongens. Ja, kom op, daar gaat hij hoor. Ja. En dan is het moment daar. Ja, want nu komt het gehakt erbij. En dat maakt die Harry's Hutspot zo speciaal. Ja, 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 ja. Dat is hem. Kijk, dit gaat om elkaar. Lekker, kijk goed mee. Zo, lekker, hutspot. Ja, daar komt hij. Ik ga hem natuurlijk testen. Mm. Oh. Oh. Ja, 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 ja. Hé. Hey. Deze moet je echt proberen hoor. Hé, hey, jongens. Prettige winter.